Wat is nou de verantwoordelijkheid van partijen binnen een arbeidsovereenkomst? Ja. En wat moet het collectief nou nog doen? Ja. Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit? Dat is de vraag die onze regering heeft gesteld aan de commissie Regulering van Werk. Mijn gast is lid van deze commissie, van experts en werkzaam bij DLA Piper, Johan Zwemmer. Johan, van harte welkom. Ja, lid van de commissie Borstlab, hoe noem jij hem zelf? De commissie Regulering van Werk of de commissie Borstlab? Nou, dat maakt niet zoveel uit. De officiële naam is commissie Regulering van Werk, maar de voorzitter is Hans Borstlab. Ja. En dan wordt vaak een commissie naar de voorzitter genoemd. Genoemd, hè? Ja. Hoe word je gevraagd voor zoiets? Nou, je wordt niet zomaar gevraagd natuurlijk. Nee, vandaar mijn vraag. Ik ben een aantal jaar geleden gepromoveerd op een onderwerp dat zag op werkgeverschap. En dat met name de veranderende rol van werkgevers in de arbeidsmarkt van nu. Ja. En dat bleek eigenlijk dat wetgeving helemaal niet goed aansluit op die veranderende rol van werkgevers. En dat leidt tot allerlei problemen met aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden die werkgevers hebben. Soms is de werkgever er helemaal niet meer. Nee. En daarna ook daarover blijven publiceren. Ik ben ook docent aan de Universiteit van Amsterdam. En dan blijf je toch een beetje in de picture, in de literatuur en ook wel eens een artikeltje hier en daar. Is dat bewust ook, zeg maar, iets wat je carrière-wise doet? Nee, het is een passie. Ja? En dat woord passie, dat is natuurlijk enorm inflator, maar het is echt zo. Waarom? De passie is dat als jurist groei je op binnen je studie eigenlijk, zoals ik dan, op privaatrecht, gericht in contractenrecht. Partijen bij contracten zijn alleen gebonden aan de verplichtingen uit dat contract. In het arbeidsrecht werkt dat anders. Daar bemoeit de overheid zich met een contract en wat eruit voortvloeit. Mm-hmm. En als dan dat bemoeien met dat contract leidt tot resultaten die helemaal niet bedoeld zijn met die bemoeienis, dan raakt het veel meer dan alleen maar een contract, juridische techniek, maar dan is het ook echt maatschappelijk, sociaal. En dat intrigeert mij. En wat is er allemaal mis op dit moment als het gaat om de arbeidsmarkt en arbeidsrecht? Ja, mis. Het is gegroeid, zal ik maar zeggen. En het is een kant op gegroeid die eigenlijk voor veel participanten op de arbeidsmarkt helemaal niet meer goed te begrijpen is. Mm. En als je dat gegroeid kort moet samenvatten, daar kan ik best uren over vullen, maar die hebben we niet. Mm-hmm. Dan komt het er eigenlijk op neer dat dat hele arbeidsrecht bedacht is. De structuur in 1907, 1909 in werking getreden. En die structuur die was gericht op een onderneming als een klassieke arbeidsorganisatie, kapitaal, arbeid, natuur. Die goederen produceerde, vermarkte. Ja. En in dat kader mensen in dienst nam, onder een gezagsverhouding. Ja. Om daar een radertje in te zijn, om die goederen te produceren. En dat betekende dat binnen die structuur de wetgever heeft gezegd, nou, dat is dus de vermarkter van de goederen. Dat is een grote arbeidsorganisatie. Daar gaan we de verplichtingen opleggen om ervoor te zorgen dat arbeid netjes in goede banen wordt geleid. Nou, op het moment dat dat soort klassieke arbeidsorganisaties verdwijnen of veel dunner worden. Denk aan platformen, maar dat is al veel eerder begonnen met detachering en uitzendbureaus en veel lichtere organisaties, die dienstenmaatschappij waar we nu in zitten. Ja. Wordt dat veel moeilijker om die verplichtingen daar op te leggen. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk alles om die werkgever draait aan regulering. Nou, en wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan verschillende partijen zich bemoeien met die arbeidsverhouding. Dus je krijgt detacheerders, uitzenders, bedrijven die bepaalde onderdelen van productieprocessen gaan op zich nemen. Mm-hmm. Waardoor die arbeidsorganisatie steeds diffuser wordt en dunner wordt. De werknemer die ook niet meer die werknemer uit 1907 is, die gewoon met de pet in de hand naar het werk toe gaat, maar ook zegt van nee, ik ga zelf een contract opstellen. Ja. En ik bepaal zelf wel of ik werknemer ben of niet. Nou, die ontwikkelingen tezamen hebben er eigenlijk voor gezorgd dat die hele gedachte van 1907 eigenlijk helemaal vaak niet meer aansluiten op hoe arbeid wordt verricht. Nee, en dan zit je nu in de commissie en dan krijg je een duidelijke vraag vanuit de overheid. En dan deponeer je een discussiestuk, om maar even als een soort tussenproduct even. Ja. Noem er eens een belangrijk discussiepunt uit wat jullie betreft, waarvan je als commissie zegt van nou, dat is wel een belangrijke. Nou, ik denk dat het doel van zo'n discussiestuk is natuurlijk testen, voelen hoe er in de tussen aanhalingstekens polder, dat is een heel ouderwetse woord eigenlijk, vind ik. Mm. Want de polder is een vrij beperkt wordende groep participanten.
Maar veel breder. Hè. We hebben op internet gezet. De commissie heeft ook een website. Doe maar een nieuwe wet. Ja, zeker. Ja. Dus dat iedereen bereiken. Honderden mensen ook gesproken hè, de afgelopen maanden. Van platformwerkers tot ZZP'ers, tot vakbonden, tot grote werkgevers. Iedereen gesproken. Mede namelijk van dat discussiestuk. En de kern is eigenlijk van dat discussiestuk. Wat willen we nou eigenlijk met regulering van werk? Ja. Wat vinden we werk? Wat vinden we belangrijk aan werk? Ja. En hoe moeten we dat wat we belangrijk vinden aan werk behouden? Dat is eigenlijk de vraag. Mm. Nou, dat klinkt heel erg open deur. Mm-hmm. En dat is ook een beetje bedoeld als open deur. Want... jullie moeten de antwoorden leveren, toch? Tenminste, in regelgeving. Nou, niet zozeer de antwoorden, maar we moeten vooral de richting schetsen waar het naartoe gaat. Nou ja, het discussiestuk was bedoeld om een antwoord te krijgen op de vraag... is nou de richting waar wij aan denken, is dat nou de goede richting? De bedoeling van zo'n discussiestuk, die tussenrapportage, was met name... is te voelen in het Nederlandse denken, zal ik maar zeggen... of die waarden van werk die wij daar onderscheiden... of die gedeeld worden door iedereen. Hè. Dus waardecreatie, ordening, bescherming van een zwakkere positie... onderhandelingspartij van de ene ten opzichte van de ander. En een ander punt was dat we wilden testen over... wat is nou de verantwoordelijkheid van partijen binnen een arbeidsovereenkomst... en wat moet het collectief nou nog doen? Ja. Nou, laten we met het laatste beginnen. Want het lijkt soms wel dat we in een tijdperk zijn aanbeland... waar de klassieke collectiviteitszin een beetje aan het verdwijnen is. Ja. Is dat zo? Nou, het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Maar als je kijkt naar collectief in de zin van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming... en dan heb ik het dus over de werkgevers en de werknemers... die met elkaar al die cao's afsluiten... dan zie je dat daar het lidmaatschap... percentage van vakbonden jaar na jaar afneemt steeds verder. Vakbonden vergrijzen. Ja. Werkgevers aan de andere kant vertegenwoordigen vaak ook niet meer alle werkgevers in de sectoren. Denk weer aan die nieuwe vormen van arbeidsorganisaties. Die horen daar niet bij, die doen niet mee. Dat is de ene kant. En het collectief aan de andere kant is natuurlijk een overheid... die zich eigenlijk al 20, 30 jaar steeds meer terugtrekt als het gaat om... Collectieve verzekeringen, AOW, volksverzekeringen, bijstand. Dat wordt gemoderniseerd, dat wordt aangepast. Mm-hmm. De lat wordt steeds hoger gelegd. En ook dat wordt dunner, dus die laag. Dus collectief staat van twee kanten eigenlijk, zou je kunnen zeggen, onder druk. Onder druk. Een paar groepen er eens even uitpikken. Hè? Want er wordt veel gediscussieerd, ook de wereld van ZZP'ers en freelancers aan de ene kant. Hè? Want natuurlijk is het een nieuwe, een erg grote groep aan het worden. 1,2 miljoen. Ja, dus dat is nogal wat. Ja. In zo'n wet arbeidsbalans, wet arbeidsmarkt in balans, zie je die groep eigenlijk niet genoemd worden. Nee. Terwijl het wel een hele grote is. Aan de andere kant heb je een hele grote groep. Denk ik, niet misschien in mijn wereld en in jouw wereld misschien ook niet... maar toch een hele grote groep, die wil een baan en die wil een baas. Mm-hmm. En die wil een boterham verdienen. Ja. En dat die elke week hetzelfde moet doen, dat vindt hij niet erg. Die is blij dat hij een baan heeft. Kunnen we die twee in één regel, kan dat samen gevallen? Is dat een onderdeel van de complexe materie waar jullie mee in het vechten zijn? Zeker, zeker. En daar moeten we ook iets mee. Ja. En we moeten er iets mee, we hadden het net over het collectief... Dat is nog groter, de overheid als zodanig. Ja. Belasting op arbeid is een belangrijke pijler... waarop de Nederlandse staat wordt gefinancierd. En op het moment dat 1,2 miljoen ZZP'ers... buiten de loonheffing en de premies vallen, dan worden die dus niet meer bekostigd... door afdrachten namens die werknemers. Ja. Waarom is dat dan? Dat is omdat die werknemer... Zelf steeds vaker verleid wordt of bepalen wil... ben ik nou zelfstandig, ben ik werknemer? De regelgeving wordt het ook mogelijk gemaakt om dat te doen. Moet je er geen drempel inbouwen voordat je jezelf ZZP'er... Nee, de drempel die erin zit is dat als je ZZP'er bent... je een minimumuurtarief moet krijgen. Ja, maar als ik maar 1 uur billable ben per jaar, dan schiet het niet echt op. Moet je gewoon zeggen, je moet minimaal gewoon een basisinkomen netto eruit kunnen trekken... en anders ben je ZZP'er en zoek maar een baan. Dat is een andere benadering, maar die zit dus niet in die wet. Nee. Althans, dat wetsvoorstel. Maar dat is nou wel juist weer iets waar wij in die commissie regulering van werk over nadenken. Ja, want hoe denken jullie daarover na? Daar ben ik benieuwd naar. Want ik vind het grote risico van niet zozeer jullie commissie, maar van dit soort proces in het algemeen, is nou weet je wat, we gaan er nog een zootje regels bij verzinnen. En we hebben er al zoveel, want heel Nederland lult al jaren over minder regels, maar het wordt er alleen maar meer. Ja. Denken jullie ook wel eens met de voeten op tafel van nou weet je wat, er is niets. En hoe zouden we het dan nu
Ja. Helemaal van scratch af aan inrichten. Is dat een gedachtegang die jullie wel eens doen? Absoluut. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, ik zal je vertellen, dat is de gedachtegang zoals we als commissie aan het werk zijn gezet. Hè? En dat wordt ondersteund door het feit dat drie ministeries deze commissie dragen. Ja. En vanuit de fiscaliteit, onderwijs, sociale zekerheid en arbeidsrecht integraal wordt gekeken naar de inrichting van werk. Hmm. Nou, en wat houdt dat in? Dat je eigenlijk vanaf een blanco vel moet kijken. Stel dat je nu regulering zou inrichten, hoe zou je dat dan doen? Nou. Dus die gedachte van de voet op tafel, dat is de exercitie van die commissie. En daar spelen natuurlijk wel een aantal constanten. En daar kwam ik net al op. Die constanten zijn, wat willen we met regulering? Dus waardecreatie bevorderen, ordening van verhoudingen en bescherming van degene, participant op de arbeidsmarkt, die dat nog steeds nodig heeft. Mm-hmm. Nou, maar wel op een flexibelere manier? Ja, ik vind flexibel een moeilijk woord. Nou, wendbaarheid van contracten. Wendbaarheid, ja, wendbaarheid. Toen dacht ik, nou, de FNV, die hoor ik alweer schreeuwen als jij dat zegt. Ja, en dat is het gevaar van zo'n commissie. En ook als je over regulering van werk nadenkt. Op het moment dat je woorden als flexibel gebruikt of basis en dan iets erachteraan. Ja. Dan ben je eigenlijk al woorden aan het gebruiken die zo moeilijk liggen, die zoveel beladenheid kennen. Dat er eigenlijk dat de luiken dichtgaan en dat er niet meer wordt geluisterd. En dat is ook de reden dat we ons best hebben gedaan vanuit dat blanco vel denkend om qua terminologie ook zo duidelijk te zijn dat we onze eigen dingen bedoelen. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in die tussenrapportage de term universeel fundament die we daar lanceren. En universeel fundament wil zeggen dat als je de regulering inricht en je gaat werk inrichten op basis van die drie punten die ik net noemde, mm-hmm. Dan ga je ook constateren, we hebben als mens, als natuurlijk persoon, heb je allemaal dezelfde risico's of type lasten, ongeacht wat voor werk je doet of op wat voor basis. Als je allemaal die lasten hebt en allemaal die risico's, moet je dat dan niet op een andere manier verzekeren? Ja. Ga dat universeel regelen voor elke participant op de arbeidsmarkt? Nou, dan is de vraag, wat hoort dan in dat universeel fundament? Ja. Want zo'n universeel fundament geldt voor iedereen, hè? Of je nou een zelfstandig ondernemer bent of je bent een echte werknemer. Ja. Allebei loop je die risico's. Ja. Nou, dan lanceert dat discussiedocument die gedachte. En dan is de vraag, wat hoort daar dan in? Nou, dan hoort in arbeidsongeschiktheid. Hè. Elk mens kan ziek worden. Ja. Een ander punt is bijvoorbeeld bijstand, ouderdom. Maar denk aan scholing. Hè. Scholing is iets wat we nu in de 1907-regulering nog steeds initieel hebben. Initieel onderwijs, tot je 16e leerplicht. En daarna zoek je het zelf uit. Het wordt bevorderd dat je schoolt na je 16e. ONO-fondsen in de sectoren die zitten met honderden miljoenen gevuld en niemand leert. Dus dat moet op een andere manier. Ja. Want je moet wendbaar zijn om je tot je 70ste... Laten we dat ongeveer maar afronden als je straks met pensioen gaat, als je nu 20, 30 bent. Zinvol te kunnen zijn op je arbeidsmarkt. Dan kun je niet meer doen met één opleiding waar je dan 50 jaar mee doet. Nee, dat kan niet. En dan legt nu de regulering de verantwoordelijkheid heel erg bij werkgever, maar nog meer bij een werknemer. En stel je dan eens voor dat je op je 17e begint en je hebt een beroepsopleiding gedaan en je bent 20 jaar loodgieter. En dan zou eigenlijk het besef moeten indalen, kan ik dit nog 20, 30 jaar doen? Nee. Mm-hmm. Dus dan besluit ik nu me te gaan omscholen. Ja. Dat doet geen loodgieter. En waarom doet hij dat niet? Of omdat hij niet zo'n sector zit met zo'n fonds. Of omdat hij niet een werkgever heeft die het hem biedt. Of omdat hij zelfstandig is. Hè, dus überhaupt helemaal geen werkgever heeft die hem scholing biedt. Ja, dan moet je dus nadenken over, is dus wendbaarheid zo'n universele waarde die je nodig hebt op de arbeidsmarkt. Nou, dan gooien we hem in dat universeel fundament. Maar dan hoe? Een potje? Krijgt iedereen een scholingsbedrag bij aanvang? En kun je dat je hele leven opmaken? Moeten we daar een plicht aan bieden? Moeten we zeggen tegen werknemers, 1 keer per 10 jaar moet je een APK ondergaan. En als die APK niet lukt, moet je een half jaar... Met al dan niet een WW-uitkering of iets anders, moet je terug naar de schoolbanken. Dat zijn gedachtes die je hebt als je vanaf een blanco vel die regulering... En hoe komen we vanaf dat blanco vel tot een werkbaar nieuwe arbeidsmarktregulering?
vanuit jullie commissie, is dat te doen met het hele polderen in Nederland in de ogenschouw nemend? Nou, het is te doen in die zin dat, kijk, dat de polder heb je in je achterhoofd, hoe Nederland dat de afgelopen 100 jaar heeft gedaan. Maar we beginnen met een blanco vel. We zijn aangesteld door de regering als onafhankelijke commissie. Dus dat betekent dat je eigenlijk best wel van een afstand kan zeggen, nou, op papier zou dit een optie kunnen zijn. En dat is dan een advies, dat is jullie oplevering uiteindelijk. Ja. En nog één existentiële vraag die daarboven hangt, hè. Is er wel voor iedereen werk in de toekomst? Is dat ook een discussie die jullie voeren? Dit is een discussie die we voeren. Dat is een moeilijke discussie. Want dan het uitgangspunt, de waarde van werk, daar zit ook in dat er werk moet zijn. Ja. En daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Dan kun je zeggen van, we gaan werk herdefiniëren. In de zin van, is dat alleen betaald werk? Of ga je ook de mantelzorger of degene die op de kinderen past, zijn ouders verzorgt op latere leeftijd, ga je dat ook werk noemen? Dat is nu allemaal vrijwilligerswerk. En dat is een manier, als je er zo naar gaat kijken, waarvan wij hebben gezegd, als je ook onbetaald werk, als je werk zelf gaat definiëren, dan verdampt eigenlijk onze opdracht. Dus we focussen op betaald werk. Ja. Maar dan wel met de gedachte, denk aan dat onderwijs, want dat is zeker een onderdeel in dat advies straks, dat iedereen zo wendbaar moet zijn en geschoold, dat hij ook in een zich ontwikkelende economie werk zal kunnen vinden. Wanneer gaan we het allemaal omgooien? Wanneer gaat de knop om? Ja, dat is aardig dat je dat zegt. Kijk, op het moment dat je als commissie dan een advies maakt waarin je concreet, bij wijze van spreken, de wetswijzigingen schetst, en zegt, die kant moet het op, dan weet je zeker dat binnen in Nederland, de polder en hoe wij tot regelgeving komen, dat direct in de la verdwijnt. Dus wat je moet doen is draagvlak vinden. Draagvlak vinden doet de commissie door met al die mensen te praten en hun ideeën mee te nemen in de gedachtenvorming. Dus dat gebeurt nu. Ja. Een tussenrapportage waar veel reacties op komen. Op de website worden veel position papers gedownload, die we ook allemaal lezen. En aan de andere kant probeer je advies zo in te richten dat je beleidsrichtingen schetst. En beleidsrichtingen houdt in dat je zegt, als wij delen dat dit de uitgangspunten van regulering moeten zijn, dan kun je het op die of die manier aanvliegen. En daarbij dan de consequenties schetsen. Vervolgens moet dat opgepakt worden door politieke partijen die dat in hun verkiezingsprogramma's zetten, of vakbonden, werkgevers, ZZP-verenigingen, millennials, hè, want ook die moeten we zien te bereiken, die zeggen, die optie staat ons aan. Spannende jaren. Heb je nog tijd voor die Piper eigenlijk? Ja, absoluut. Ja? Het commissiewerk, daar wordt van uitgegaan dat je daar één dag per maand bezig mee bent. Het is wat meer nu op dit moment. Er komen wat avondjes bij waarschijnlijk. Komen erbij. Maar aan de andere kant word je erin gevraagd omdat je als commissielid een bepaalde expertise hebt met regulering. Dus dat betekent dat je vanuit wat je weet vrij snel kunt zeggen van, dat is al eens een keer geprobeerd. En dat zou ik zo niet doen. Succes met wat je allemaal aan het doen bent de komende jaren. Ja, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier namens DLA Piper. Dag.